Hallo en welkom bij Pauls Model Treinstof, de eindejaarseditie. Ik doe dit nu 3 jaar, heb ik bekeken. En het leek mij ook leuk om eens de statistieken in te duiken. Dit jaar heb ik, inclusief deze, 53 video's gemaakt. Wat mooi uitkomt op ongeveer 1 per week. Nu zitten daar een aantal re-uploads tussen van dingen die ik tegenkwam die genoeg goed materiaal bevatten, maar ook een boel rommel. Waarbij ik geknipt en geplakt heb om daar weer een beter filmpje van te maken. Hiervoor zie je ongeveer, denk ik, alles wat ik dit jaar aangeraakt heb, iets aan veranderd heb of heb laten zien. Zover als ik het zo terug kan vinden. Ik ben natuurlijk een tijd bezig geweest met mijn sikjes, om er van 3-1 te maken. Deze verrassing die bleek een decoder te hebben. Ik denk dat die er nog in zit. Die Thalys heb ik de dummy motorwagen voorzien van een echte motor. Zodat ze met z'n tweeën kunnen rijden en een hele lange trein kunnen trekken. Iets wat ik nog niet geprobeerd heb. Eens kijken, ik ben bezig geweest met die zelflossers zonder wielen. Dat is al heel lang geleden. Recentelijk is die Atlantic Coastline. En natuurlijk mijn de cameratrein. Daar komt volgens mij nog wel een update van, of die is net live gegaan als ik dit opneem. De ICE3, helemaal hier, waarvan ik niet zeker wist of dat hij nu kapot was of niet. Inmiddels weet ik dat ik kan hem doortesten wat ik wil. Als ik hem test, zegt hij dat het goed is, dan ga ik ermee rijden, zegt hij dat hij kapot is. Dus er zit wel degelijk iets fout in. Stuk van Estel die ik op heb geknapt en nog wat dubbeldekkers. En laatst nog de Sprinter die niet wilde met het vervangen van de decoders. Normaal rijd ik een rondje aan het einde van het jaar met al die treinen. Bouw ik mooi mijn kerstbaan op in de woonkamer. Maar sinds dit jaar hoeft dat niet meer. Het is denk ik voor mij als een van de weinige mensen een goed jaar geweest. Ik ben van mijn vorige woning die helemaal prima was, maar geen ruimte had voor een treinbaan naar dit huis gegaan. En sindsdien ben ik aan het knutselen aan de baan. En ik heb ook wat meer tijd gestopt in het maken van de filmpjes. Mijn geluid is beter geworden, hoop ik. Hoewel ik dit weer op de oude manier opneem en niet de mooie microfoon heb hangen. De zolder natuurlijk. Echte treinbaan hier. Wat lekker met aan het klussen ben met de rails en elektra en zo. Zoals je ziet, de bovenkant is er nu weer af, want er zijn gewoon wissels die hier nog niet werken. En met de rading niet, en ik wilde ook kijken hoe het uitkwam met die bovenkant. En nu het vakantie is, kan ik weer lekker iets groters oppakken. Dus dat is al die wissels die je ziet liggen allemaal aan de praat krijgen. Die decoders. Ik denk niet dat ik dat ga opnemen, omdat het een boel geprutst is en eigenlijk best gewoon saai en vervelend werk. Ik ben ook door een andere hoek gaan opnemen. In het verleden nam ik op zo recht van boven naar beneden toe, maar ik probeer nu wat meer van de voorkant op te nemen als ik dingen aan het repareren ben, zodat ook als iets recht voor de op de plank staat en je niet dit ziet, maar toch meer dit. Dat geeft gewoon een beter beeld. Het is beter in lijn met wat ik zie en ik vergeet toch continu dat ik aan het opnemen ben. En zo kan ik ook dingen die ik wat naar me toe trek toch in beeld houden. Ik hoop dat dat ook voor wat betere reparatievideo's gaat zorgen. En heel recent is dat ik al mijn thumbnails, reviews, dingetjes van YouTube aan het nalopen ben. En ik heb een aantal playlists gemaakt en alles valt in een categorie, tenzij ik het niet weet, dan valt het in overige. Daar kwam ook wat leuks uit en dat zie ik ook terug in de
statistieken. Ik ben dit kanaal in 2017 begonnen in het Engels. En veel van die filmpjes heb ik uiteindelijk op verborgen gezet, omdat ik merkte dat toch een groot deel van mijn publiek Engelstalig was en dan vervolgens in een Nederlandstalige kanaal terechtkomt. En dat heb ik deels teruggedraaid. Ik heb nu duidelijk aangegeven dat die filmpjes in het Engels zijn, dus afwijkend zijn van de rest. En dat maar toch, ja. Het idee was in ieder geval, het Engels publiek is groter dan het Nederlandse. Dus als ik wat wil gaan doen met mijn kanaal, kan ik me beter daarop focussen. En dan heb ik meer potentiële kijkers. Maar wat blijkt, mijn materiaal is bijna alleen maar Nederlands. Dus ben ik in het Engels aan het opnemen en aan het vertellen over Nederlands en soms Duits materiaal. En ik improviseer alles bij elkaar, zoals je vaak wel merkt. En dat is met Engels gewoon een stuk moeilijker. Komt bij de uitspraak. Het kostte mij meer energie dan dat ik erin wilde steken. Dus in 2018 ben ik gewisseld. Maar al die oude filmpjes die staan er dus nog steeds. En dit jaar heb ik ook gekeken naar wat is nu het meest bekeken. Het best bekeken in dit jaar is mijn Roco 1823 digitaliseren. Dat is een wat ouder filmpje waarbij ik gewoon een Roco openmaak en decoder erin zet en daar 20 minuten over doe. Het best bekeken filmpje wat ik dit jaar gemaakt heb is de treinbaan bouwen van de Helix. Gek genoeg, dat had ik ook niet verwacht. Ik heb daar laatst nog wat vragen over gekregen. Die helix om dus vanaf dit niveau naar boven toe te rijden en al die berekeningen en die planken en alles, dat doet het best goed. Maar best bekeken alle tijden, en ik zal daar zo van die kaartjes doen. Best bekeken alle tijden is de Lima City Motor Replacement. Een video in het Engels waarbij ik laat zien hoe je een motor uit een CD-drive haalt om de klep open en dicht te doen en die in een Lima kunt zetten, zodat rij-eigenschappen van ontzettend verschrikkelijk naar slecht gaan. Dat filmpje uit die tijd, of in die tijd van 2017, had ik bijna net zoveel views als dat ik nu heb. Dus daar stond ik ook van te kijken. Het heeft mij dus vanaf 2018 ben ik in feite opnieuw begonnen. En heeft het me 2 jaar geduurd om dezelfde niveau te komen. Nou, nog meer cijfers uit 2020 is dat ik 187 nieuwe abonnees heb. Ik heb niet gekeken hoeveel er weg zijn gegaan. Ik weet dat er ook mensen weggaan en ik denk dat dat met name de Engelstaligen zijn. Of mensen die gewoon teleurgesteld zijn in de ongestructureerdheid van alles. En wat ook opvalt is dat ongeveer 19% van de kijkers is geabonneerd. En dat is over het afgelopen jaar. Dat betekent dat 81% dat niet is. Die mensen die denk ik komen veel via of Google of Beneluxpoor. Want daar staan natuurlijk ook mijn filmpjes op het forum. En ik denk dat dat ook voor redelijk wat mensen zorgt die dus niet geabonneerd zijn. En ik kan alleen maar zeggen abonneer je, want dan krijg je notifications. En notifications zorgen ervoor dat houdt je betrokken en zorgt ervoor dat je in YouTube blijft. Zorgt ervoor dat je eigenlijk je hele leven geregeld wordt door YouTube. En je meer kijkt naar mij. En meer kijken naar mij vind ik weer leuk. Want dan gaan de views omhoog, dan scoor je beter in Google. Kijken weer meer mensen, kunnen meer mensen je kanaal vinden. En dat is motivatie. Om hier ooit geld aan te gaan verdienen, zou ik het fulltime moeten doen. Kwaliteit omhoog moeten gooien. Flink investeren en hopen dat YouTube niet weer zijn algoritme verandert of de regels verandert. En tegen de tijd dat ik voor een aanmerking kom, denk ik dat ik toch weer een jaar verder ben. Dus dat gaan we niet doen. Wat verder niet heel erg verrassend is dat 99,2% van jullie man is. Dus ik ben heel benieuwd naar die 0,8% vrouwen. Laat je horen. Het zou me trouwens niks verbazen als dat mannen zijn op het account van hun vrouw. Maar goed, laten we de hoop houden dat er ook nog vrouwen in de treinenwereld zijn. Net als dat de meeste van jullie 45 tot 64 jaar oud zijn. Kom op.
Dat betekent dat deze hobby aan het uitsterven is. Dat zou toch zonde zijn. Maar ik geloof dat het maar 30% is. Dat betekent toch dat er 70% ofwel ouder of jonger is. Dat zijn zo van die leuke statistieken die ik uit YouTube kan halen. Wat gaat 2021 brengen? Nou, ik heb nog wat nieuwe wagons. Ik hoop iets meer te kunnen gaan repareren, want ik heb vrij veel geïnvesteerd in de baan zelf. Dus minder in het aanschaffen van defect materieel om te repareren. Ik heb ook meer geïnvesteerd in treinen die ik wil hebben en wil laten rijden. Dus ja, dan heb je een trein, kun je hem laten zien en dat is het dan. Terwijl een defecte trein kan bij mij wel 3-4 keer langskomen, heb ik gezien toen ik alle oude filmpjes nadeed. Dus ik hoop meer oude spullen, meer reparaties te doen. Ook wat, misschien ook wat betere modellen. In het begin was het veelal Lima, want dat had ik. En ik merk nu meer ook aan Pico, wat Fleischmann. En dat zou wel eens meer die kant op kunnen gaan. De baan natuurlijk. Ik ben wissels aan het vervangen nu. Ik ben de aansturing aan het repareren. Ik ben de kruisingen een paar aan het vervangen. Ik heb ook mijn bezetmelder, heb ik eentje gebouwd en die werkt, maar daar moet ik nog steeds de diodeversie van gaan doen. Dus dat wil ik, staat aan mijn lijstje. Mijn meetrein, die heb ik hier niet tussen gezet, want dat is een boel losse onderdelen. Hoewel, daar heb ik al een printplaat van, maar die wil ik ook af gaan ronden en daar wat mee gaan doen. En dan kan ik meten hoe het op de baan gaat. En de bovenbaan natuurlijk. Want dadelijk, als deze onderkant werkt... Die werkt langere tijd goed en hapert niet continu. Dan wordt het tijd om hierbovenop een baan te gaan bouwen in blokken, in 4 of in 2 blokken. En nu loopt hier een scheiding, van, dat is net buiten beeldstudie. Nu loopt rechts hiervan en daar zo ergens een scheiding, zodat ik deze baan in 2 stukken kan knippen. En dan de hele licht los kan zetten, zodat er nog iets kan gebeuren aan deze zolder wat nog steeds nodig is. En misschien dat ik dat dan ook aanhoud voor de bovenbouw. Diezelfde scheiding. Dan moet aankleding op gaan komen. Wat weet ik nog niet. Maar op zijn minst moet het vastzitten en niet met los liggen. De helix moet nog erbij gewerkt worden. Ik heb wel wat ideeën voor de bovenbouw. Maar ik denk dat ik het in eerste instantie heel simpel ga houden. Want een echt hele mooie gave baan met berglandschapjes maken is natuurlijk ontzettend leuk. Maar dat is een project van jaren. En ik denk dat het vanzelf gaat komen. Maar niet meteen. Ik denk dat versie 1 gaat zijn. Nederlands polderlandschap. Vlak. Wat water met epoxy. En een rondje klaar. Bovenleidingen misschien. En zoiets. Of eigenlijk alleen maar hout met, zoals dit, technische baan. Maar misschien krijg ik nog een geweldig idee. Ik weet het niet. Dus dat is 2021 zoals het er nu uitziet. Maar dat kan in januari al weer anders zijn natuurlijk. En tot die tijd zou ik zeggen. In januari komt er nog een eentje uit met wat nieuwe wagons, kan ik alvast verklappen. En like, subscribe. En er zit echt zo'n belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je ook een notification van er is iets nieuws. En tot een volgende keer.